kunst werkt. Kijk maar naar dit kinetische object van Frans Peters uit 1970. Beweegt. Is onderdeel van een van de 900 kunstwerken die oorspronkelijk in de Peter Stuyvesant collectie zaten. En die is weer bedacht door de oud-president-directeur van de Turmac, de Turkish Tobacco Company. Hierachter werkten de arbeiders en boven hun hoofd werden hele grote kunstwerken aan het plafond gehangen. Maar daar vertel ik binnen meer over. Dit werk is van Andras Salamoen. Hij is in Joegoslavië geboren in 1947 en maakte dit schilderij in 1988 in opdracht van de Turmac. Het is dus ook opgenomen in de Peter Stuyvesant collectie. En waarom laat ik je dit zien? Omdat het een van de schilderijen is die we weer terug willen hangen in deze hal waar die oorspronkelijk gehangen heeft. Het is een van de schilderijen waarmee we dat gaan doen. Hebben we alleen aandacht voor de Peter Stuyvesant collectie en dus wat oudere schilderwerk? Nee hoor. We hebben ook aandacht voor de jonge kunstenaars. Ik neem je even mee naar een nieuw kunstwerk wat aankomende tijd hier tentoongesteld zal worden. Het heet Perplexion. Kom maar even mee. Prachtig, hè? Van Edith Elsof Stevens. Het heet dus Perplexion. Mooi even kijken. Stiekem. Nee, toch maar niet. Gewoon komen, dan kun je het zelf zien.